Hallo, ik ben Janine. Ik ben verpleegkundige op de afdeling verloskunde. En met dit filmpje willen we jullie de afdeling verloskunde laten zien. Bij binnenkomst op de afdeling zien jullie een balie. Daar kan je je melden. Daar zit overdag ook de secretaresse. De verpleegkundige komt jullie dan ophalen. Die brengt je dan naar de triagekamer, een soort behandelkamer. Dit is de behandelkamer. Hier gaan we in kaart brengen wat er precies aan de hand is. We gaan een hartfilmpje draaien van de baby. Kijken of er andere klachten zijn. En als dan blijkt dat je gaat bevallen, dan gaan we naar een kraamsuite. Nou, dit is een kraamsuite. Eén van de 14, want we hebben 14 van deze kamers. Ze zijn nogal wat verschillend in grootte. Dit is onze grootste kamer. En zoals je ziet staat er nogal wat apparatuur. We hebben ervoor gekozen om eigenlijk alle apparatuur naar je toe te laten komen. En zo ziet de kamer er eigenlijk uit als je nog moet gaan bevallen. En dadelijk zullen we zien hoe de kamer eruit ziet als echt alle apparatuur weg is. Want als je bevallen bent, dan gaat eigenlijk alle apparatuur weer van de kamer. We hebben hier ook een speciaal bed. Dat is een verlosbed. Dat kan echt in allerlei standen. Daar kunnen we ook een half bed van maken. We kunnen bijvoorbeeld ook de beensteunen uitklappen, zodat je dan in de beensteunen kan. Je ziet ook naast het bed een apparaat, waardoor dat is het CTG-apparaat. Dat is een hartfilmpje wat we kunnen draaien van de baby. Gedurende de hele bevalling lig je eigenlijk aan dat apparaat. Dus je hebt niet zo heel veel bewegingsruimte, dat je misschien de hele tijd wil gaan douchen of rond wil lopen. Maar je hebt wel de mogelijkheid om nog naast het bed te staan of misschien op een stoel te zitten. De couveuse staat ook klaar op de kamer. Die rijden we ook altijd naar binnen als je nog moet gaan bevallen. Dat is ook voor de veiligheid van de baby dat die hier staat. En als de bevalling achter de rug is, kan die ook weer weg. Dus misschien hebben we hem ook wel helemaal niet nodig, maar hij moet wel klaarstaan als de bevalling gaat beginnen. Nou, zo ziet de kamer er dus uit als je bent bevallen. Je ziet dat hij meteen wat vriendelijker kijkt. Alle apparatuur is van de kamer af. We hebben mooi de wieg klaar staan. Er staat ook lekker champagne als je dat zou willen. Die hebben we ook lekker voor je koud staan, tegen betaling. We hebben een keukentje. Daar staat een Senseo-apparaat. Je hebt een waterkoker, een koelkastje voor gebruik. Je kan de partner ook mee laten eten als je zou willen. Dat zit niet standaard in het pakket hier, maar hij mag wel tegen betaling mee eten. Een slaapbank, hè. De partner mag dus blijven slapen. Dus die kunnen we uitklappen tot een bed. Beddengoed is hier, evenals luiers en maandverbanden. Dus handdoeken, dat hoef je allemaal niet zelf mee te nemen. Een douche en toilet is op elke kamer aanwezig. We hebben een televisie, je hebt wifi. Dus eigenlijk alles is hier aanwezig. Nou, ik hoop dat jullie een goed beeld hebben gekregen van onze afdeling verloskunde en van de kraamsuites. Wij hopen jullie hier graag te zien en jullie te ontmoeten. En bel als er wat is, want wij staan natuurlijk 24 uur per dag voor jullie klaar. Onze zorg gaat gewoon door. Tot ziens!